Hoewel het nationale hitteplan in werking is getreden en momenteel de mussen van het dak vallen, zijn de opnames van de nieuwe Sinterklaasfilm al in volle gang. En volgens de Goedheiligman zelf belooft Sinterklaas en het pakjesmysterie het meest spannende deel te worden uit de langlopende reeks Sinterklaasfilms. Nou, het begint meteen al heel spectaculair. Wij hebben namelijk jaar na jaar het probleem gehad dat we de cadeautjes die wij jaarlijks meenemen niet meer allemaal in de pakjesboot krijgen. Nee. Dus nu hebben we iets geheimzinnigs bedacht in Nederland. Maar daar kunnen we niks over zeggen. We gaan hele spectaculaire dingen doen. Sinterklaas die heeft vorig jaar een klein vluchtje in een vliegtuig mogen maken. En dat vond hij eigenlijk wel leuk. Dat hij zei van, weet je wat, ik ga een Boeing kopen. Dus hij heeft de pakjesboeing gekocht. En de opening van de film zorgt al heel spectaculair ervoor dat die Boeing op een snelweg in Nederland een noodlanding moet gaan maken. En kapitein Frans, die heeft het allemaal weer niet zo goed voor elkaar. Ik ben de kapitein van de pakjesboeing. Die zeg maar helemaal geen ervaring heeft met vliegen. Die zo uit het schip van Sinterklaas is gekomen als kapitein om het stuur over te nemen in het vliegtuig. Dus dat wordt een hele spannende vlucht. Nou, ik vond het heel erg leuk toen ze me vroegen om weer een rol te spelen in deze film. En deze keer hebben ze voor mij dan zeg maar de rol bedacht als piloot. En ja, het is gewoon een hartstikke leuk script. Het is ook een hartstikke leuke film. Eigenlijk vind ik hem, zoals ik nu hoor, eigenlijk leuker dan de vorige. Maar goed, ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Het is een ongelooflijk leuke groep mensen. Ook een hoop vrijwilligers die eraan meewerken om er iets moois van te maken. En dat is ook een van de hoofdredenen dat ik weer meedoe. Zingen, presenteren en acteren. Frans kan het allemaal. Ook al neemt hij zijn eigen prestaties op het witte doek toch een klein beetje met een korreltje zout. Nou ja, goed, ik vind het heel erg. Kijk, dit zijn natuurlijk niet echt hele serieuze rollen. Maar ik vind het gewoon heel leuk om dit soort kleine rolletjes te mogen doen. Ook omdat ik zelf vader ben. Ik heb zelf ook kinderen. Dus dat spreekt me dan ook echt enorm aan. Ook uit het oogpunt van mijn ambassadeurschap van het Sterrenfonds, wat ook heel veel met kinderen doet, vind ik het gewoon heel leuk om dit te doen. Maar goed, om nou te zeggen dat ik een echte acteur ben, natuurlijk niet. Ik bedoel, ik heb niet echt een opleiding daarvoor gehad. Maar als ik zou moeten kiezen, dan blijf zingen natuurlijk buiten het presenteren. Voor mij toch het allerbelangrijkste, want dat is toch hetgene waar ik zeg maar echt Maarten heb verloren. Dus zingen, dat staat echt ver op nummer 1. En Frans komt Sint-Nicolaas niet alleen tegen op de filmsets. In Huizenbouwer wordt het Sinterklaasfeest jaarlijks nog steeds uitbundig gevierd. Nou, we hebben elk jaar komt Sint langs. En de ene keer komt de Sint hoogst persoonlijk zelf. En de andere keer is er zeg maar een moment dat Sint langs is gekomen en dat niemand hem heeft gezien. Maar plotsklaps toch wel allerlei hartstikke leuke cadeaus heeft achtergelaten. Dus wij besteden elk jaar met Sinterklaas daar toch wel ruimschoots tijd aan. Het is een speciale dag voor ons dus. Het geheim in de film speelt zich voor een deel af in de zomer. Daarom zijn we hier. Maar eigenlijk zijn we, zoals dat mooi heet, Pieter, in cognito. Ja, dat zijn we. Sinterklaas vindt het gewoon lekker om ook in het geheim stiekem in de zomer even naar Nederland te komen. Om daar toch dan lekker even dat Nederlandse gevoel te kunnen creëren. Het enige wat altijd een beetje lastig is, dat zijn dan die vervelende zwarte pieten die altijd meekomen. Ja. Want die doen er alles voor om een close-upje te krijgen. Ja, natuurlijk. In het is natuurlijk film. Ook wel belangrijk om een hele grote ster in je film te hebben. En ja, dat ben ik in dit geval geworden natuurlijk. Ja. Ik snap het. Hè. Je moet ergens naartoe leven in het leven. Jij wilt iets meer weten over mijn muzikale carrière. Nu?